Planten, bomen, dieren, water, lucht en vuur. Longen, harten, nieren, er is elke week weer nieuws uit de natuur. Lopen, vliegen, duiken, zout of zoet of zuur. Horen, zien en ruiken, honden, katten, ooievaar en dure duur. Ja, beste kijkers, we zijn hier getuige van een wel heel bijzondere gebeurtenis. Voor het eerst sinds de winter is Kabouter Spillebeen weer in het wild te zien. Dan moet het wel bijna lente zijn. Maar wat roept hij daar nou? Wakker worden? Nou ja, eerst maar naar het nieuws van deze week. Net buiten het hek van kinderboerderij De Vosheuvel in Amersfoort is dit Bart Bos met het nieuws uit de natuur. Goedemorgen allemaal. Ja, jullie zullen wel denken, wat zit Bart daar nou raar voor het hek van De Vosheuvel? Maar ik mag er niet in. En waarom niet, dat gaat Gijsbert, de grote baas van De Vosheuvel, uitleggen. Gijsbert, kom er eens bij. Waarom mag ik er nou niet in? In Engeland heerst een veeziekte, zogenaamde mond- en klauwzeer Bart. En die is zeer besmettelijk. Ook voor dieren, bijvoorbeeld de geiten, de schapen, het varken en de koe die op de kinderboerderij wonen. Ja, maar ik heb het toch niet, dus dan kunnen die dieren toch niet van mij krijgen? Nee, gelukkig niet. Mensen kunnen deze ziekte niet krijgen. Wel kunnen ze het eventueel uit Engeland, als ze daar geweest zijn, meebrengen naar Nederland. En zo ook bij een bezoek op de kinderboerderij hier naartoe brengen. Maar je zegt de dieren zijn ziek in Engeland en in Nederland. Zijn er ook dieren ziek in Nederland? Nee, gelukkig nog niet, Bart. We hopen ook niet dat het zover komt. Maar zolang de dieren in Engeland ziek zijn, mag ik de kinderboerderij niet op. Precies, zo is het, Bart. Gijsbert, dankjewel. Nou, voorlopig zit ik hier dus nog. En we zullen het wel afwachten. We hebben natuurlijk ook ander nieuws. Eventjes mijn blaadje omslaan, want het regent ook nog. Zit me niet mee vandaag. De KNNV, dat is een vereniging. En die houdt in het voorjaar een mussenonderzoek. Want het gaat helemaal niet goed met de huismus. Mussen worden door iedereen gezien als heel gewone vogels. Ze zijn er altijd en niemand let op ze. Onderzoekers zijn er nu achtergekomen dat het helemaal niet zo goed gaat met de mus. Om nou precies uit te vinden hoeveel mussen er nog zijn, is jullie hulp nodig. Iedereen kan meedoen aan het grote mussenonderzoek. De KNNV heeft speciaal voor dit onderzoek een schoolkrant gemaakt en een zoekkaart. En er is ook nog een mussenwebsite. En als je mee wilt doen aan dit onderzoek, nou dan kun je voor meer informatie kijken op onze website. Ander nieuws, en dat gaat over Ecomare op Texel. Want zij hebben meegedaan aan een onderzoek over de leefgebieden van de zeehonden. En daar is opmerkelijk nieuws uit voortgekomen. Henk, dit is Axel. Ja, inderdaad. En wat is er zo speciaal aan Axel? Axel is een zeehond, die hebben we uitgezet in november. En hij is daarna, in plaats van in de Waddenzee gebleven, is hij bij Den Helder linksaf gegaan. Ja. Dat wilde zeggen, hij is helemaal naar het zeelandgebied gezwommen en zat uiteindelijk in de Westerschelde. Dat was niet erg, maar hij ging ook nog eens een kanaal in van Gent naar Terneuzen. Hoe weet je dat allemaal? Nou, ze hebben hem uiteindelijk kunnen vangen, de dierenambulance in Terneuzen. En hij heeft een rood merk achteraan zijn flippers. Ja? En daar staat ons telefoonnummer op. En dat was dus typische zeehond die wij hadden losgelaten. Maar je kan een zeehond nog beter in de gaten houden, hè? Ja. Want je hebt iets in je handen? Ja, ik heb hier iets, een zogenaamde satellietzender is dit. Dat is een zender die plak je in de nek van een zeehond. Dus een heel flexibel antennetje aan. En dankzij die zenders weten we ook dat zeehonden inderdaad alle kanten uitzwemmen. Dus we weten dat ze naar Helgoland zijn gezwommen. We hadden ze gezenderd in een gebied dat heet het Brielse Gat, dat is onder Rotterdam. Daar hebben we 8 zeehonden van ons gezenderd met zo'n satellietzender. Ja. En ja, ze gingen dus inderdaad overal naartoe, maar vooral weer terug naar de Waddenzee. Maar waarom willen jullie dat allemaal weten? We willen het vooral weten dat we erachter komen waar ze vis vangen. Want we dachten altijd dat die Waddenzee de visvanggebied was, maar het blijkt de Noordzee te zijn. Ze zitten gewoon 30, 40 mijl uit de kust daar te vissen. Zijn ze moe, komen ze weer terug in de Waddenzee. We weten eigenlijk nog lang niet alles van die zeehonden. En het onderzoek hebben wij niet gedaan, dat doen andere mensen, maar wij hebben onze zeehonden daarvoor uitgeleend, om het zo maar eens te zeggen. Henk, het gaat geloof ik heel goed met de zeehonden. Ja, het gaat inderdaad steeds beter met de zeehonden. De aantallen nemen toe, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Duitsland, ook in Denemarken. Ja. Dus ja, we zien overal weer zeehonden opduiken en ook hier voor de kust. Dus de kans dat je een zeehond ziet als je een strandwandeling maakt, wordt steeds groter? Wordt steeds groter, ja. Je kunt echt, als je geluk hebt en het is goed weer en je let goed op, dan heb je grote kans een zeehond te zien.
Dit was het nieuws uit de Natuurnieuws van deze week. Tot volgende week. Hallo allemaal, even luisteren, groeien en bloeien. Het is weer lente, kom op. Hé, hey, wakker worden, ja? Oh, wat? Niet uitgeslapen, je moet opschieten. Anders kom je nooit op tijd klaar. Kom op, allemaal wakker worden. Wakker worden. Dit is toch prachtig, hè? Het is weer lente en de natuur komt weer helemaal tot leven. De winterslaap is voorbij en alle bomen, planten, bloemen zijn druk bezig met groeien en bloeien. En wat misschien het meest wonderlijke is, is dat alles zo razendsnel gaat. Want vorige week was er nog geen blad te zien. En nu zie je al allemaal nieuwe, frisse blaadjes aan alle struiken. Maar hoe doet de natuur het nou zo razendsnel? Dat komt omdat alle planten, bloemen en bomen zich hebben voorbereid op de lente. Maar dat kunnen we aan de buitenkant natuurlijk niet zien. Vandaar dat ik deze hyacintenbol heb opengesneden. En dan kan ik je alles laten zien, want dit is natuurlijk de hyacint. Die moet nog groeien. En dit is de bol. En hier, bovenop de bol, hier, komen alle punten bij elkaar. En dat zijn groeipunten. En dat is niet zo gek hoor, dat het zo heet, want van daaruit groeit dat plantje. Nou, die rondjes hier, dat zijn de rokken of de schubben. En daarin zit het reservevoedsel. En daar teert het plantje op een gedeelte van het voorjaar. De bol wacht onder de grond totdat het in het voorjaar warmer begint te worden. En als het dan uiteindelijk zover is, dan groeit die uit tot een prachtige plant. Deze versnelde beelden laten prachtig zien hoe er uit de bloembol in een mum van tijd een hele mooie hyacint tevoorschijn komt. Bij zaden gebeurt min of meer hetzelfde. Deze boon bestaat voor een groot deel uit reservevoedsel en een klein kiempje. Daaruit kan een plantje groeien. Dat kiempje is dus voor zaden het groeipunt. Zo'n zaadje heeft in het begin natuurlijk nog helemaal geen wortels om het voedsel uit de grond te halen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want de meeste planten en bloemen hebben reservevoedsel bij zich en kunnen dus gelijk beginnen met groeien. En vandaar dat in de lente alles zo snel uitloopt. Wat zeg ik nou tegen jullie? De lente is al begonnen. Jullie moeten uit de knoppen groeien en bloeien. Oh, als ik er niet zou zijn, zou het helemaal misgaan in de natuur. Dat weet ik zeker. Opschieten en snel. De lente is begonnen. Op naar de volgende. Dus, zegt juf Mariette, tulpen komen dus uit bollen. En om dat nog eens precies van dichtbij te zien, gaan we morgen met z'n allen naar een bollenkweker. Yes, cool man, roept Sander. Lekker een soort schoolreis. De volgende dag luisteren de jongens braaf naar de bollenkweker. Kijk, zegt hij, hier zie je dus een tulpenbol van binnen. In deze laagjes hier zitten de voedingsstoffen van de plant. Die laagjes heten rokken. Brult Melle, een tulp met rokken? Hebben ze ook nog hakken zeker? En op al dit land kweek ik dus mijn bollen, vertelt de meneer Buiten verder. Ze zitten in de grond en zodra ze bloeien, worden de koppen van de bloemen eraf gesneden. Afgesneden? Roept Sander verontwaardigd. Maar dat is toch zonde? Nee, zegt de man. Dat is niet zonde hoor. Van die bloemenkopjes maken ze namelijk mooie kransen. Toeristen, zoals bijvoorbeeld die Japanners daar, vinden dat meestal erg mooi. En, heel belangrijk, na dat afsnijden vermeerderen de bollen zich snel in de grond. Ze worden verkocht en in het najaar worden ze weer door mensen in hun tuin geplant. Dan gaan ze bloeien in de volgende lente. Hé, kijk daar eens, fluistert Sander. Daar zit een kikker. Wacht! Misschien kan ik hem pakken. Yes! Hebbes! Ga ik straks goed en niet aan mij aan het schrikken maken. Hallo? Roept iemand ineens naar Sander. You nice boy from Holland. You come for picture?
kam? Kam? Hij wil je kam, Sander, zegt Melle. Nee joh, hij wil met je op de foto, zegt Nien. In dat rare ding. Oh, zegt Sander verlegen. Yes, oké. Okay. Hier, Mel, hou jij mijn kikker dan even vast. Zegt Melle en uit angst dat juf Mariette het ziet, stopt Melle hem snel in zijn broekzak. Smal, smal, roept de vrouw van de Japanse man. Sander hangt onhandig met zijn hoofd uit het gat en probeert te lachen. Oh, Sander, help, gilt Melle ineens. En met een enorme sprong vloept de kikker uit de broek van Melle. Bovenop de neus van de Japanner. Die geeft een enorme schreeuw en duwt van schrik het hele fotodecor omver. Ja, saki taki yoshiwaki, gillen als de vrienden. Als de ravage even later weer is opgeruimd, gaan de toeristen gewoon door met foto's maken. Nou, het was weer een bijzondere dag, zucht juf Mariette. Maar jullie weten nu in elk geval hoe bloembollen groeien. Ja, zegt Melle. En we weten nu ook hoe een kikker een Japanner vangt. En alsof hij het verstaat, moet de Japanse man daar heel erg hard om giechelen. Ja. Een kastanjeboom begint als kastanje. Dat is het zaad. In het voorjaar knabbelt die kastanje aan zijn reservevoedsel en begint te ontkiemen. Zo kan die in een paar jaar tijd een flinke boom worden. Maar hoe groeit zo'n boom nou eigenlijk verder? Gaat hij in één keer de lengte in? Of in één keer de breedte in? Nee, nee, je voelt hem al aankomen, hè? Zo'n boom groeit alleen maar op bepaalde punten. En dat zijn de groeipunten. Nou, deze kastanjeboom, die groeit alleen aan de uiteindes van de takken. En dat is waar de knoppen zitten. Hier heb ik de knop van een kastanjeboom. En net als bij die bloembol van zo even, zie je dat in die knop alles klaar ligt voor een nieuw stukje boom. De bladeren liggen keurig aan de buitenkant opgevouwen en zijn bloemen liggen in het midden klaar. Moet je toch eens kijken. Zodra het in de lente ook maar even iets warmer wordt, begint de knop uit te lopen, te groeien. En al snel ontvouwt zich een prachtig nieuw stuk van een kastanjeboom. Voor de vakantie had ik het over een allergie voor pollen en stuifmeelkorrels. Ja, en het lijkt wel alsof jullie het allemaal al wisten, want het moest inderdaad zijn hooikoorts. Nou, dit zijn de 5 prijswinnaars. Van harte gefeliciteerd. En nu de vraag van deze week. Want we hebben het gehad over knoppen, we hebben het gehad over bollen en over zaden, maar je hebt ook nog knollen. Nou, een hele bekende knol is natuurlijk de aardappel. En die bestaat voor het grootste gedeelte uit reservevoedsel. Maar uit welk werelddeel komt de aardappel nou? Nou, zoek het op, stuur het op, mail het. En wie weet verschijnt jouw naam volgende keer in beeld. Nou, aan de knoppen van deze boom te zien, is hij er helemaal klaar voor om uit te groeien. Hé joh, kan een kabouter nou niet eens even gewoon een dutje doen? Sorry. Jo. Ja, ik heb namelijk een hele drukke nacht gehad. Jullie mensen moeten eens weten wat het voor werk is om de natuur wakker te maken. Alles moet groeien en bloeien. Ja. En wij kabouters moeten dat doen. Ah, groeipunten. Niks groeipunten. Kabouters spelen mee, zal je bedoelen. Wakker worden allemaal. Je krijgt ze. Zie je dat wat voor werk het allemaal is? Wakker worden, kom op.